En ik vraag een warm applaus voor onze collega Geir Nordal Pedersen. En als eerste in deze groep zien we de Akita. En het nummer van de Akita is 146. De Akita is een van onze Japanse rassen. Het is in Azië en ook zeker in Japan nog zeker een bekend en een veel voorkomend ras, de Akita. En dan gaan we nu naar de American Akita. De American Akita, vroeger ook wel Great Japanese Dog genoemd, alleen die naam is later weer veranderd, is ontstaan uit de Akita, uiteindelijk ook met kruisingen, inkruisingen van andere rassen en onder andere de Duitse herder. En dit ras is ontstaan in Amerika, vandaar ook de naam American Akita. En we blijven in Amerika, want we gaan nu naar de Alaskan Malamute. De Alaskan Malamute, de hond gebruikt voor de zware vracht. We kennen natuurlijk ook de Siberian Husky en de Samoyed zien we straks. Maar de Alaskan Malamute, kort, krachtig en moet zware vracht over lange afstanden in teamverband kunnen voorttrekken. En dit is de volgende Malamute. Er zijn totaal 3 Malamutes ingeschreven. En we zien hier Alaska Malamute nummer 150. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. En we zien hier nu een van de Eurasiërs, hond nummer 151. De Eurasiër is een vrij nieuw ras, is aan het begin van de 70 jaren ontstaan uit inkruisingen van de Chow Chow, de Keeshond en de Samoyed. Een ras wat zijn oorsprong heeft in Duitsland en komt ook voor in de diverse kleuren, de Eurasiër. En gaan we nu naar Rusland, voor de Samoyed. Samoyed heeft ook veel ontwikkeling gehad in Engeland. Een aantrekkelijk showras, wit, snownose is toegestaan. En wat ook heel typisch is in de standaard is de semi-smile. Dus de glimlach die je eigenlijk moet krijgen door een goede aftekening van lippen en ogen. En dan zien we nu de Farao-hond, hond nummer 154. En de Peruaanse haarloze hond groot, 155. Rasgroep 5 is altijd een hele gemêleerde rasgroep. Er komen ook verschillende type honden naar voren. Het zijn natuurlijk allemaal de spitsachtige, de oertypes. Maar hun functie is ook enorm verschillend. En dan zien we hier nu, de, ook uit Japan, de Shikoku, hond nummer 156. De Shikoku. Dan krijgen we nu de Shikoku nummer 157. Een teef.
En dan gaan we nu naar de grote grijze keeshond, oftewel de wolf speech. En over dit ras is altijd veel te doen geweest, want eigenlijk is dit natuurlijk een Hollands ras, een echt Nederlands ras, alleen destijds in een discussie die er was, is het uiteindelijk een Duits ras geworden. Maar in het buitenland wordt er heel vaak gesproken over de Dutch Keeshound. Terwijl, als we naar de geschiedenis van dit ras kijken, ligt de geschiedenis ook wel in ons land. Maar uiteindelijk de formele toekenning is aan Duitsland gegeven destijds. En dan gaan we nu naar de Peruaanse haarloze hond Middelslag. En dan gaan we nu naar de Finse spits, het nationale ras van Finland, de Suomen Pystykorva. Een ras wat in Finland gebruikt wordt voor de jacht. En ze komen dus voor in verschillende kleuren, rood tot maïsgeel, de Finse spits. En vanuit Finland gaan we naar Noorwegen voor de Noorse boehoend. De Noorse boehoend is een erfhond, wordt gebruikt om het erf te bewaken. De Noorse boehoend is ook middelgroot, heeft een wichtvormig, tamelijk gestrekt hoofd. Met vrij hoog aangezette, middelgrote, puntige oren. En een over de rug gekrulde staart, de Noorse boehoend. En ook het volgende ras is een ras wat we in Nederland bijna niet zien, de Norrbottenspets. Een Zweeds ras, maar wat vooral ook in Finland en in Zweden als jachthond gebruikt wordt, de Norrbottenspets. En dan gaan we nu terug naar Afrika voor de Basenji. En in de standaard van de Basenji staat gezellen-like. En met dat gezellen-like bedoelen we dan dat het ook op een gazelle moet lijken. Dus atletisch, droog, iets meer lengte en ook een hele lichte frons over de schedel. De Basenji. En we gaan terug naar Japan voor de Shiba. En dat wit wat u nou ziet, dat noemen we Urajiro. En dat Urajiro, dat is de verdunning van het rood. De verdunning van het rood zorgt ervoor dat het front en ook die tekening in het gezicht die hele mooie lichte kleur krijgen. Dus het is eigenlijk een verdunningsfactor in de genetica. Urajiro. Hoe je het schrijft weet ik niet, wel hoe je het uitspreekt. Dan krijgen we de volgende, de Shiba Inu. En we gaan terug naar Zweden voor de Västgötaspets, oftewel de Swedish Welland. De spets is ook een van de corgi-achtige rassen, ook als we naar de geschiedenis van de rassen kijken. De Västgötaspets heeft wat meer beenlengte, heeft een andere hoofdvorm, natuurlijk ook een andere kleur. Maar het is wel een ras wat veel gelijkenis heeft met de corgi, de Västgötaspets. En dan gaan we nu naar de laatste vertegenwoordiger in deze groep. Dat is de dwergkeeshond, oftewel de Pomeranian. Dwergkeeshond, de kleinste van de keeshondenrassen. Alle kleuren zijn toegestaan. En ook hier geldt weer een vosachtige expressie. Our judge, Mr. Geir Nordahl Pederson have seen now all the dogs and he will make now a selection of six. He make a shortcut of six dogs. Listen to the words I say.
In de selectie zien we de American Akita, de Alaska Malamute, de Farao hond, de Shikoku, de Keeshond, en de Basenji en de Shiba. Dit is de selectie van onze keurmeester. De overige exposanten krijgen uw applaus. Bedankt voor het presenteren van uw honden. Bedankt voor het zijn hier. En we wijken een klein beetje af van de procedure, maar goed, het is vandaag een feestelijke dag, dus we doen maar niet al te moeilijk. Maar we hadden gezegd 6, maar volgens mij zijn we de tel even kwijt, maar dat kan wel eens een keer gebeuren. Maar goed, ligt dat aan jou? En de eerste geselecteerde, hond nummer 147, dat is de American Akita. En dames en heren, u vergeet toch niet te klappen, de American Akita. En de volgende geselecteerde, Alaskan Malamute. Gaan we nu naar hond nummer 154, de Farao hond. En dan krijgen we nu 156, de geselecteerde Shikoku. En Rasgroep 4, deelnemers Rasgroep 4, graag naar de voorring, de Shikoku. Weet u nog, dames en heren, een aantal jaar geleden hadden we hier nog dat opstapje bij die catwalk. Altijd die rare hobbel, nou die is er nu helemaal uit. Vorig jaar moesten de honden er nog een beetje aan wennen, maar tot nu toe, laat ik het niet te hard roepen, het gaat nog steeds goed. Honden schieten niet in de rem, dus we hebben nu een mooi vlak geheel. Podium en catwalk zijn echt één op één aan elkaar gelijk. En hier zien we de grote grijze keeshond, oftewel de wolfspitch. En op tafel zien we nu de Shiba. En
En het nummer van de Shiba is 165. Dames en heren, we krijgen nog een paar grote groepen, maar we gaan al richting de finale. We krijgen nog natuurlijk rasgroep 4, 3, 2, 1. Dat zijn hele grote groepen. Dan krijgen we nog de beste van de Nederlandse rassen. Dus, de Shiba. En als laatste geselecteerde in deze groep is de Basenji. We zullen zometeen wel moeten vragen of één hond het podium wil verlaten. Ik hoop dat u hem wel een fantastisch applaus zult geven. Want we moeten ons natuurlijk wel houden aan de procedure. En dat is dat er 6 honden uiteindelijk blijven staan. En daar wordt de keuze uit gemaakt. Anders zouden we in rasgroep 5 ons niet houden aan de procedure. Dus zometeen moet wel eerst nog 1 hond het podium verlaten, maar die krijgt als extra prijs uw applaus. En we gaan nu naar de Basenji. Eén hond zal het podium nog moeten verlaten om uiteindelijk 6 honden over te houden. Een zware keuze voor de keurmeester met deze grote groep. Geef u een applaus, dames en heren. Fantastisch applaus voor de varehond. U zat in de finale. Bedankt. Bordjes worden neergezet. En wie wordt de winnaar van Rasgroep 5, Hond van het Jaar Show 2013. Winnaar Rasgroep 5, American Akita. Reserve de Basenji. En een applaus natuurlijk voor de overige geselecteerden. En de American Akita zien we straks terug in de finale voor de Hond van het Jaar 2013.